Lekker, man. Hey, grote vis. Hoe voelt het? Het voelt niet heel groot. Maar het is wel snel. Echt wel goed. Ik denk een kleinere dok doen. Lekker, maatje. Ha? Dat was snel. Lekker, maat. Lekker, jongen. De king mackerel. Het is longfish. King mackerel. Barracuda zelfs ik. Barracuda, Barracuda. Nee! Met de hitte ook. Oh, doe. Zullen we Alec even wakker gemaakt? Oh, my god. We slapen, hij is gelijk. No. We zagen hem. Wat, die was echt 1,30 meter of zo. We hebben hem wel gezien. Lekker gast. Leader touch. Kijk. Schat. Wow. Je moet deze vervangen. Holy shit, gast. What? Wat ziek. Eerste drop. Het is echt bizar. Ik loop even naar binnen hier zo. Ik was even mijn kleding aan het fixen. Letterlijk, eerste dropje van Leon. Wat? Wat een vis. Ik vind deze heel kut. Ik vind het jammer. We hebben hem wel gezien, dat is wel fijn. We hebben hem gezien. Aan het oppervlak was een mooie dikke bang. Ja, grote koeda, ja. Ik had hem wel graag willen vangen, maar... What the fuck, maar die tanden ook erin. Oh, je zit shake, hè? Ja, ik zit helemaal strak van de andere in mijn gast. Tak, tak, tak. Lekker, maat. Poek. Super dik. Ja, super vet, man. Super dik. We zijn weer ineens weer in Egypte. We zijn weer terug. Dit keer met z'n zessen en we zijn op dit waanzinnige schip. Ik ga je nu even een rondleiding geven van dit schip. We zijn hier een weekendje in Egypte met ons maatje Karim om te vissen. Leon zit hier te knopen. We zijn op de eerste plek aangekomen. We hebben het 3 uur gevaren vanaf Hurghada. We zijn nu in Port Safaga. Simon is er weer bij. Ja, hè? Gaan er weer voor. Lekker, man. We hebben een nieuwe gast, Ole. Hallo. Was goed, maat? Zeker. Mooi. Zin in? Jazeker. Lekker jiggen. Klaar voor? Ja, ready om vis te vangen. Gaan we niks vangen? Ja, dat sowieso. Dit is ons prachtige achterdek. Er staan al wat hengels klaar. Dit is onze mega woonruimte. Sorry, Daniel. Jij moet je spullen even opruimen zo meteen. Maar de spullen van de andere boys liggen er ook. Hier is de keuken. Hierachter. We gaan nu de trap naar boven pakken. Het is wel echt slecht weer trouwens. Wind, golven. Het is vorige week super mooi geweest. Aankomende week super mooi. Precies het weekend dat wij er zijn. Slecht weer. Maar ja, maakt niet uit. Dan hebben we hierboven. Wilm Jen, hij kan er niet staan. Lange Wurm. Yo. Yo. Dwaait een beetje. Lekker. En onze kapitein, die benen zwaait. Hallo, captain. Hallo. Dus, gaan we vissen? Ja, we mogen al vissen. Mooi. Kom. Leon. Yes. Wat hebben wij hier voor prachtige kamer? Om te beginnen hebben wij hier een prachtig badkamertje. Wow. Met een toilet. Douche, alles erop en eraan. Doorheen. Ja. Hebben we hierachter een mooi stapelbedje. Kamer van Sander en Ole hebben ze volgens mij. Ja. Ze zijn ingenesteld daar. Met een patrijspoort. Dit is de kamer van mij en van Simon. Mijn kleding ligt allemaal nog op bed. Moet even het kastje. Hier. Dus nog een slaapkop, ze moet even een beetje zachtjes zijn. Ja. Hey, Alec, slaap maar lekker verder. Alec is een beetje zeeziek. Het is wel erg jammer dat het precies dit weekend slecht weer is. Vorige week was goed weer. Aankomende 3 weken is goed weer. Precies dit weekend wind. Die uitgast. Lekker bezig, maat. Ik ga nu even een aasje laten zakken. Ik heb zo'n gevoel dat Leon, die gaat dit keer alles en iedereen verslaan. Je had de vorige keer een beetje pech. Vorige keer had ik hengel kwijt, molen kwijt. Ja. Laatste paar dagen wat minder vis. We hebben het opgelost. Super ja, chill. Kijk, deze molen heb ik aan Leon gegeven. Ik had een Shimano Twin Power. En Daniel vond het eigenlijk zo zuur voor mij dat ik die hengel kwijt was geraakt dat hij mij die nieuwe heeft gegeven. Dan gaan we vissen, maat. Ik ben daarvoor. Ik ga een paar dikke vissen mee uitrekken. Ja, dat is wel de bedoeling. Okay, dat is wel de bedoeling. Deal. Is goed. Hey, proost op de Barracuda. The one that got away. Cheers. Wat zijn je plan, Sander? Vooral een plek zoeken waar we niet doodwaaien. De wind is echt ontzettend hard, zeker hier in Egypte. En die zorgt voor enorme golven. En we hebben een hele hoge boot. En als die te veel gaat schommelen, dan zijn ze misschien zelfs bang dat ze omkeert. Dus we zijn een beetje gelimiteerd in waar we naartoe kunnen. Maar we hebben wel bier. Precies. En Alec, die zeeziek is. Ja. Zo'n mooi rif hier, maat. Gooien. Casting, popping. Zo, is best diep. Thank you.
Dat was wel een mooie droom. Maar het kan ook zo'n makreel zijn hoor, die hebben wij ook wel eens zo gehaakt. Die waren fucking sterke dikke. Klein jackje toch? Ja. Is het? Makreel! Hey doggy! Het is een dogdoe! Dogdoe! Het is een dogdoe! Ja, het is een doggy! Het is een doggy! Wel gaat hij normaal. Tonijn voor onze Leon. Zo jongen. Oh, we zijn echt bizar. Oh jeetje. Deze is al uitgevlogen net door de golven. Gaat lekker met de golven. Niet normaal, hè? Echt niet normaal. Alles gaat alle kanten op. Het kastje is al kastjes kapot. De stoelen die liggen maar. We kunnen beter blijven liggen. Het is echt niet normaal. Ik ken er de golven over me. Ik ben helemaal zeiknat. We hebben Ola 4 kilo ruimte in. Dat is ook wel gemakkelijk. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Ik heb een super. Oh ja. Of viel je onder een golf? Ja, dat was het hier niet. Oh, oké. Okay. Moet je wat nou maar niet? Ja. Oh my god, man. Ja, het is gek huis hier zo. Maar ja, we vangen wel vis. Dus ja, we moeten wel voor over hebben. Het zonnetje gaat alweer onder. Het is echt bizar. Even kijken. Wauw. Uitzicht. Jongen, joh. Het is wel een mooi uitzicht, jongens. Tjuuu! Ik ruik eten! Nice, hè? Ja. Very good, very nice! Masterchef!
Hello, man. What are you making? What is this? This is onion. Onions. Yes. It's the vis. Yes. Samurai, hey. Samurai. Ja, hij staat lekker te koken, jongen. Kijk, ik heb hier de tonijn van vanmiddag. Wauw. Lekker van mooie filets, maar echt serieus, jongen. Het is net vlees, het is zo stevig. Ik heb een lekkere remouladesaus gemaakt. Ik ga zo meteen even een bierbeslagje maken. Hij zegt al, ik eet dat niet, want hij mag geen bier. Vanwege zijn geloof dan? Ja. Maar vis en chips maken. Echt heerlijk. Ik heb echt zoveel zin in. En dit vlees is zo ontzettend mooi. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat smaken. Maar ik denk dat het wel goed gaat smaken. Dat denk ik ook wel. Ik heb bloem gekocht. Ik heb bier, kruiden. Ik ga straks even een viskruiden mixje maken. Oké, maar wat doe je erin dan? Wat voor kruiden? Uipoeder, peper, zout, knoflookpoeder. Gewoon basic limoenen. En citroenen, die kunnen straks er op het krokante visje in knijpen. Lekker man. Je begint helemaal te kwijlen. Ja, ik ben ook bijna te kwijlen. Ik moet er niet aan denken. Lekker man. Nou, ben benieuwd. Ja, ben wordt benieuwd. Super. Dit wordt super. Boys, wat zijn we aan het doen hier zo? Visje. Zat je vast? Waarschijnlijk zo'n, hoe heet die, murenenkreng. Huh? Had je beet? Nou ja, hij lag helemaal raar in een of ander gat. Mijn loodje was los, alleen mijn aas lag in een of ander gat. Maar jongens, wat is het plan? Wat zijn jullie aan het doen? Inktvissen vangen. Inktvippen vangen. Nice. Met een inktvipjig. Een inktvipjig? Ja. Het idee van zo'n ding is, ze hebben lichtgevende pootjes. Ja, dat zijn die onderste dingetjes. Gewoon heel even het licht houden. Ja. Een paar seconden, of 10. En dan zie je dat die, oh ja, licht geeft. Lumi. Wat de inktvissen doen, is ze denken dat het een garnaal is of iets. En dan pakken ze met een tentakel. Inktvis daar. Oh ja, wow, hele grote. Hele grote. Ja, dat deed ik niet expres vaak. Ik zie er een, ja. Ja, zoals ja. Dat. Ik zie hem heel goed op de camera. Vang hem dan. Even niet door, ja. Ja, door. Wow, dikke inktvis, jongen. Hij zit er nog steeds. Hij zit er nog steeds. Ja. Links. Daniel, kleine update. Nou, ik heb later een kibbeling eentje gemaakt. Jezus, van de laatste. Dan moet je eens even kijken, lekker bekjes. Die zijn hartstikke lekker. Dus ja, we zoeken die even lekker oppuzzelen. Kijk maar hier die viskruiden geven. Die staan daar op de tafel. De viskruiden. Hoho. Kijk eens, jochies. Zo. Een lekker bekje van tonijn gemaakt. Wow. Van wat? Tonijn. Van tonijn. Tonijn? Heb je de tonijn gevangen? Ja, dat slaat. Echt? Ja. Kleintjes. Niet. Wel. Morgen? Ik ben nog een beetje aan het slapen volgens mij al. Oh, dat ziet er wel echt, echt mucho gaidos uit. Wat ziet eruit? Hey, lekker door. Hoe Karim is voor het eten, jongens. Karim! Yay! Hey. Who do you think made this? Well, since it looks like a penis, I think Daniel. Nice. Daniel. Now you did. Ali. Ja. Aan jou de eer. Probeer. Lekker. Laat maar even weten. Hoe snel gaat hij het recyclen? Laat het weten in de comments. Vrij vlot waarschijnlijk. Morgenochtend. And the sauce looks very nice. But you can eat the sauce. He's making fish as well. He's making fish as well. Sander. Ik zie een blij gezicht. Ik zie een blij gezicht. Ik ben echt heel erg nieuw. Lekker. Nee, maar doggy. Je moet het ook maar niet eten. Geef maar mij. Zit je wel? Daniel. Goed. Ja? Wow. Ja? Day 2. Zo, goedemorgen allemaal. Hello, captain. Hey joh. Begin de dag met een visje. Vloep. Je staat gewoon al te vissen hier zo. Ja, ik dacht doe vanmorgen. Nice. Het lijkt net alsof het een beetje waait vandaag. Weet je wel? Het waait echt super hard. We liggen hier achter. Oh, ik ga een klein beetje uit de wind staan, maar we liggen hier dus achter de drift. Hier hebben we vannacht geslapen. Ik zal er waarschijnlijk uitzien dat ik hier geslapen heb, maar het is dus ook zo. Good morning! Good morning, Sahde! Good morning! Fripsen. Ik heb heel pak aan, als ik in Nederland ben. Waarschijnlijk horen jullie de motor van de boot flink. Dus even kijken. Unit. Maar de bedoeling is zometeen dat we gaan vissen. Uiteraard.
gaan hierachter op die drift kijken of we echt, echt grote giant vellen kunnen vangen. En Sander en Ole hebben nog nooit eentje gevangen op een popper. Ole heeft hem nog nooit gevangen überhaupt. Oh, Leon heeft een mooie vis, of niet? Leon, waar ben je allemaal mee bezig? Slachten ben ik. Goed teken, zegt Leon. Ah, ja. We hebben al drie vissen dan. Ja, ik had net ook op de eerste rol van de dag al een visje. Het is moeilijk te vissen, we hebben zin op alle. Nou, gewoon maar gauw terug, maat. Ik had dit zo'n. Kijk, dit is mijn zelfgemaakte stuk kunstaas. Die ga ik vandaag eens in een Yuko opvangen. Hey Leon, heb je weer een vis? Moontail. Nice. Eerste moontail van de trip. Ja, super mooi, maat. Vet hoor. Ja, super vet. Echt vet. Blij mee. Lekker. 1 minute 37 seconds later. Nice. Super vet, man. Ben je lijn aan het opeten? Ja, zo snel. Is lekker. Smaakt goed? Ja, is wel goed, ja. Nice. Lekker slapen? Ik? Ja? Ik heb wel lekker geslapen. Het wakker worden was iets minder met jou, maar... Nee, ik ben blij dat je er weer bent. Oh, mooi van me zo meteen. Ja. Mooi. Ja, een zeetje, boys. Ja. Het is wel een beetje taai dit, ja. Maat. Opa. Visjoelen. Visjoelen. Kleine doktoef. Op de jig, maar wel vet. Dikke aanbeet, jongen. Ja. Wat een agressieve dingen. Hij staat op de 360 camera, dus dat is wel vet. Oh, vet. Tandjes erop. Gaaf, man. Die gaan we opeten vanavond. Ja, die gaan we zeker opeten. Zo winderig, we zijn terug naar Hurghada. Want er staat nou ja, nog steeds winderig 6 golven. We konden daar op deze plek helaas niet vissen. Terwijl hier echt de plek waren voor de grote vissen. Zoals je kan zien, flinke golven. Het is gewoon te ruig om lekker te vissen. Het is wel jammer. Ik riep die baan er ook al van dat we gewoon nu niet op de hotspots kunnen vissen. Maar ja, dat is even niet anders. We gaan terug naar Hurghada, een klein stukje varen. Uurtje 4. Dan gaan we daar verder vissen overnachten en dan morgen nog de hele dag vissen. Dan moeten we weer naar huis. Het was even voor 3 dagjes, maar ja, we hebben echt pech met het weer, zeg. Ongelooflijk. Ik hoop dat, we straks op magische wijze nog goede visserij gaan hebben. We hebben wel met elkaar nog meer schuilplekken, een aantal wat hogere eilanden, rotswanden, waar we hopelijk een beetje kunnen schuilen van de noordenwind. Het valt een beetje tegen, helaas. Maar ja, weer heb je niet in de hand, hè. Aangekomen in Hurghada beginnen we meteen met jiggen en al snel krijgt Alec beet van een hele grote vis. Helaas schiet deze vis los, maar gelukkig krijgt hij een tweede kans. Mooi, man.
vet hoor. Ja, super nice. Echt vet. Je hebt even tukkie gedaan en ik word wakker en... Gelijk vis. Wat voor chickje is dit? Ja, van Shimano slow jig. Ik ga even een fotootje van jou schieten, maat. Nou maat, wat hebben we voor iets lekkers gevangen? Een mooie moedeelkroep, hè? Lekker maat. Ja, ik een hele grote jig, maar super agressief. Hij pakt hem gewoon. Lekker hoor. Ja. Nou, in ieder geval twee visjes voor avond eten. Barracudaatje. Mooi moentail. Mooi fotootje. Ja, ga even een plaatje maken. Is goed. Oh, Ola, als jij nu gaat jiggen, jongen. Zo, jongetje. Hey, ik doe het je. Vang er nog eens even eentje, jij. Even laten zien, ja. Is goed. Komt-ie. En de konijn wiggle doen met je billen. Ja, wiggle wiggle. Wacht tot je bij de boot bent. Dan laat het uitje. Laten wij proosten op de tweede dag waarop wij wat minder vingen. Maar wel een leuke dag hebben gehad. Cheers. Leuk dat Alec er ook weer bij is, dat je nog leeft. Eindelijk. Ja. Dat was wel vissen gevangen vandaag. Ja, Barbuda. Zieke afsluiting. Hey, laten we even proosten op Alec die 50 keer heeft geslapen, wel Barbuda heeft gevangen. Hey. Ja, je hebt meer gevangen dan ik. Ik denk 10 keer zoveel visuren als jij. Hey, laten we even proosten op Simon. Dus is goed. Nou. Laten we even proosten op Simon. 3 aanbeten gekregen. Eén chick trap. Je kan zeggen wat je wil. Maar ben wel remoulade trouwens. Mooi hè, Nederlands bier, hoppa, proost en plezier. Zo, we zijn trouwens een partijtje verwend jongen, we hebben gewoon een kok aan boord. Die heeft een lekker avondmaaltje gemaakt. We hebben een soort van gesmoorde bruine rijst. Het is eigenlijk gewoon rijst met gesmoorde uien, gekarameliseerde uien. Lekker salade. Onze zelfgevangen barracuda. De door mij gemaakte remoulade saus. En we hebben aardappels uit de oven met een visje. Er zit wel een klein gaatje in, maar die halen we gewoon uit. Maar dit is toch gewoon ultiem. Klein Nederlands biertje bij. Ik zeg geweldig. En ik denk dat we zo meteen nog heel veel donker gaan vissen. Ik hoop dat jullie het leuk kunnen laten zien. Misschien een inktvis. Misschien iets anders. Dat zou mooi zijn, hè? Ik wil graag inktvis vangen. Ik wil heel graag een inktvis vangen. Je hebt er een paar keer op gevist. We hebben er een paar gezien, hè? We hebben er best wel wat gezien. Ja. We zagen net een groep van 20 of zo. 20, denk ik. Ik heb er nog geen kunnen vangen, nog nooit. Maar ze zijn snel, maat. Ze zijn heel snel. Hé, maar jongens, eet ze. Ik hoop dat het lekker is. Vanavond iets. Nou, iets smakelijk thuis. We gaan even smullen. Lekker, man. Heerlijk. Eet lekker, pik. Thanks. Leon, ik zit lekker te klooien in het licht achter de boot. En Leon, die heeft iets gevangen. We gaan het jullie laten zien. Volgens mij is het een glasaaltje. Heel bijzonder dit. Oké, wow. Laat maar vrij. You think baby eel? I think it's a baby eel. It's a glass eel. Yeah, I think it's a baby eel. It's the first time to see it. It's really strange. It's transparent, bro. Yes? Yeah. Dat was leuk. Grappig dingetje. We gaan nu even proberen met een klein beetje aas wat te vangen op de bodem. Met een haakje. 1 minute 37 seconds later. What? Oh, wow. 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 Mooi. Nice. Dat was hem voor deze zondag. Aankomende woensdag komt deel 2 en daarin gaan wij de echte grote vissen vangen. Dus wees daarop voorbereid, zet je wekker, zet het in je agenda, want dit wordt een epische video. Ben je nog niet geabonneerd, druk dan even op dat notificatiebelletje en het abonneerknopje. Dan weet je in ieder geval wanneer de volgende video online komt. Bedankt weer voor het kijken en de mazzel.